zijn op de eindejaarsbijeenkomst van de ondernemersvereniging Stichtse Vecht. Wat was het thema? Het thema van dit event was duurzaamheid. Is de boodschap overgekomen, denkt u? We hebben op voorhand natuurlijk met elkaar gesproken. Vooral wat niet te zeggen. En we wilden natuurlijk voorkomen dat we voor dit gezelschap een te technisch verhaal gaan houden. Dat boeit maar heel erg kort. En we hebben dus een keus gemaakt. Zo van, hoe triggeren we de aanwezigen met een breed verhaal wat je raakt. Waarvan je zegt, dat komt dichtbij. Erg goed gemotiveerd en ook vol passie over. En ik merkte ook wel hier dat de ondernemers het wel als prettig ervaren hoe het bij hun binnen is gekomen. Ze staan er wel open voor. Nou, mijn belangrijkste boodschap is, er is van alles aan de hand. Ga er heel goed over nadenken hoe erg dat is en hoe kwetsbaar jij als ondernemer, maar ook als mens bent. Ga nieuwsgierig op jacht naar allerlei oplossingen die er zijn, om ervoor te zorgen dat we wel iedere keer stapje bij stapje komen tot het punt waar we naartoe willen, namelijk geen extra uitstoot meer van broeikasgassen, waardoor het op aarde stabieler blijft. Want we hebben die aarde donders hard nodig voor onze voedsel, om te kunnen wonen, voor onze veiligheid. Maar dat moet vandaag beginnen. Ik vind Helga een fantastische spreker. Een saai onderwerp als dit, waar ik normaal bij in slaap val. Zij houdt me wakker. Ze vertelt het op een stuk zo'n sappige manier dat je er toch geïnteresseerd in raakt. En ik ben bewust dat we er met z'n allen wat aan moeten doen. En ik probeer zelf er ook aan mee te werken. Voor ondernemers is er zoveel te doen en te ontdekken. En we staan altijd een beetje in de achteruit en de jamaarstand. Maar ga nou eens ontdekken van oké, dit komt op me af. En hoe ga ik dit dan aanpakken? En ga met elkaar samenwerken. Juist een ondernemersvereniging kan elkaar enorm versterken. Wat de volgstappen zijn om hier de ondernemers in te betrekken. Wij zijn hier nu al vanaf september werkzaam. We hebben een paar leden die al bij ons aangesloten zijn. Het doel is om natuurlijk meer bedrijven te krijgen die ook nog die stappen gaan nemen op gebied van duurzaamheid. Dus dat is mijn stap die te doen is. Het is een eindejaarsbijeenkomst. Er wordt ook altijd teruggekeken. Was het een succesvol jaar voor de ondernemers van Stichtse Vecht? Ik vind van wel. Er zijn natuurlijk een wensenpakket wat je en doelstellingen die je aan het begin van het jaar met het bestuur met elkaar opstelt. En ik durf te stellen dat we daar 60% van gerealiseerd hebben. Daar zijn we heel erg tevreden mee. Kan altijd beter. Wat haal jij hieruit uit die bijeenkomsten? Het geëikte, het netwerken, het ontmoeten van bekende, maar voor nog leuker het ontmoeten van onbekende ondernemers. En heel af en toe een klein beetje handel. Wat is het mooiste wat de ondernemers dit jaar hebben meegemaakt? De dag van de ondernemer, was een geslaagde ontmoeting. Wat het altijd goed doet, dat was voor met name de ondernemersvereniging Stichtse Vecht, want daar staan we voor, dat is altijd de jaarlijkse barbecue. Daar hadden we een fantastisch weer die dag, een buitengebeuren en een zeer gemêleerd gezelschap. Dat wil zeggen, wij doen het als ondernemers niet alleen en wij nodigen daar ook uit de politiek, de ambtenaren, met name van EZ, omdat die samenwerking, met name voor het ondernemerschap in de Stichtse Vecht, daar kun je niet zonder elkaar. Moeten we ons zorgen maken? Ja, moet jij je zorgen maken? Ik hoop vooral dat jij niet wakker ligt van de zorgen, maar dat je heel veel mogelijkheden ziet om te kijken hoe jij dingen kunt aanpakken en jouw eigen kleine wereld een beetje beter kunt maken. Waardoor anderen naar jou kijken en denken, oh gaaf, hij doet dat ook. En uiteindelijk creëren we zo'n sneeuwbaleffect. Kijk, alleen maar zorgen maken heeft geen zin. Maar achteroverleunen en denken, het zal mijn tijd wel duren, de rest van de wereld moet eerst maar. Dat is niet de methode.